sexy pakjes en korte rokjes, kan dat? Nee, die heb ik hier liever niet. Ze hadden al hun eigen kerk, hun eigen krant, hun eigen politieke partij en hun eigen basisscholen. Maar vanaf nu hebben de gereformeerden in Barneveld ook hun eigen sportschool. Want de gewone sportschool is natuurlijk veel te werelds. Gefeliciteerd, Barneveld heeft nu ook een sportschool voor reformatorische mensen. Dat weet ik, maar ik ga naar mijn eigen sportschool en niet naar de reformatorische. Dat is fantastisch. Hoor die dan? Ja, vindt u? Ja, ik wel. Ja. Nou, dat zal heel fijn zijn voor de mensen die daar behoefte aan hebben, maar ik niet. Oh, dan moeten die mensen zelf weten. Ja, daar heb ik niks op tegen, hoor. Sport is sport en geloof en sport hou ik gescheiden. Een sportschool voor reformatorische mensen, is dat nou nodig? Ik denk van wel, want reformatorische mensen komen eigenlijk niet in de normale sportschool vanwege de muziek en de sfeer eromheen. Wat is daar mis mee dan? Ja, ze noemen het vaak wereldse muziek en opzwepende muziek. Plus de tv-schermen, die hebben mensen zelf thuis ook niet. En als je die dan wel in de sportschool hebt, dan ben je eigenlijk genoodzaakt om ernaar te kijken. Sexy pakjes en korte rokjes, kan dat? Nee, die heb ik hier liever niet. Ga je erheen in je rok? Nee, zeker niet. Ik ga gewoon lekker naar de basic fit. In een rok kun je niet sporten, lijkt mij, toch? Vroeger heb ik op zo'n school gewerkt. En toen heb ik altijd gezegd, dat doe ik niet. En, gerooieerd? Bijna. Gaat u erheen? Ja. Het is eigenlijk hetzelfde als een gewone sportschool, maar dan met andere dingen, want mensen die niet reformatorisch zijn, die mogen ook komen. Maar mocht het echt oneerbaar zijn, en dan wil ik dat hier niet hebben. Nee, dat zal ik ze wel vertellen. Waar ligt dan de grens? Dat weet ik zelf ook nog niet zo goed. Ik verwacht gewoon dat dat soort mensen hier ook niet komt. En u bent natuurlijk niet op zondag open. Nee.